Ik had in Zandvoort tijdens Jumbo Race daar voor het eerst in de auto gereden, maar nooit echt testkilometers gemaakt. Dus ik wist een beetje wat me te wachten stond wat betreft auto, maar voor de rest was eigenlijk alles nieuw. En al helemaal het principe van het delen van een auto en natuurlijk een lange afstandswedstrijd en verkeer en alles wat daarbij kon kijken. Nou ja, wel een beetje spannend natuurlijk, alleen iedereen die gaf me rustig de tijd om overal aan te wennen. Dus ik heb uiteindelijk een goed debuut gekend. In een andere tak van autosport, wanneer je alleen een auto hebt, ben je natuurlijk ook wel een teamspeler, omdat je het samen met je team moet doen. Maar in deze situatie natuurlijk nog veel meer, omdat je elkaar moet versterken. En die hele vibe is best wel aangenaam binnen het wereldkampioenschap lange afstandsracen. En zeker binnen ons team, omdat je gewoon elkaar nodig hebt. Als Guido mij kan helpen of vice versa en als we Frits daar weer een stapje verder kunnen helpen, dan is dat uiteindelijk allemaal in ons gezamenlijk belang om het best mogelijke resultaat eruit te halen. En dat is gewoon een hele leuke dynamiek. Wat ik daarvan tot dusver heb gezien is dat het echt een heel uniek circuit is. Uniek in de zin van dat het niets van een ander circuit weg heeft. Zeker in Europa en de Formule 1 circuits hebben allemaal een bepaalde standaard met curbstones, runoff areas en veiligheidsvoorzieningen. Maar Sebring is echt nog een beetje een old school track. Dus dat ziet er heel erg gaaf uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er zijn in eerste instantie geen kalenderclashes. Dus dan kun je theoretisch gezien natuurlijk al combineren. Dus dat is een hele fijne bijkomstigheid. En verder, zoals ik net al uitlegde, is het gewoon een best wel prettige en leuke combinatie. Een Formule 2 kalender bestaat uit 12 weekenden. Dus in principe kun je het er wat betreft tijd goed naast combineren. En is het alleen maar heel erg leuk dat ik deze kans heb gekregen en dat we dit met z'n allen kunnen doen. Voordat het wereldkampioenschap van start ging, wist ik natuurlijk al dat ik na Le Mans het stoeltje van Jan mocht gaan overnemen. Dus ik ben ook naar Spa toe gereisd en naar Le Mans om natuurlijk het team te supporten en een beetje te integreren. Nou ja, op dat moment wist ik ook wel dat ik er heel erg naar uitkeek om zelf dit jaar te debuteren. En ik weet eigenlijk niet hoe ik dat evenement onder woorden moet brengen. Ik ben er overigens niet 's nachts geweest, dus ik kan niet helemaal meepraten over het feit dat het hele circuit oplicht en je de remmen helemaal ziet gloeien en dat dat dan, ondanks dat het nacht is, dat het nog zoveel leeft. Maar ik heb wel kunnen ervaren dat het een heel bijzonder evenement is, dus daar kijk ik zeker naar uit.